Nou, de meeste zorgen maak ik om het beeld wat naar buiten komt dat moskeeën brandonveilig zijn. En met name als je dan weet dat daar internaten in gevestigd zijn, dat is in de stad wel bekend. Maar als je dan ook nog verhalen leest over kinderbedjes op zolder. En dan het verhaal dat in 2008 al een signaal was, dit is brandonveilig. Ja, dan slaat de schrik je wel om het hart. Ja, nu zegt de Karakoes van het gebouw is brandveilig. Ja, het gebouw is ongetwijfeld brandveilig zijn. Je moet ook altijd goed kijken naar wat er in zo'n gebouw gebeurt. En als je het hebt over kinderen op zolder, kleine kinderen die op zolder slapen. Op het moment dat er paniek in de tent uitbreekt, zijn de vluchtroutes dan op orde. Is er toezicht om die kinderen heel snel via nooduitgang het gebouw uit te leiden. Dus dat zijn wel vragen die ik heb. Ik hoop dat het college daar een goed antwoord op kan geven. Jazeker, daar ben ik het mee eens. Maar natuurlijk niet alleen de brandveiligheid. Want het is natuurlijk onvoorstelbaar dat zulke situaties hier in deze stad zich voordoen. Hè, met kinderen waarvan niemand weet hoeveel er in internaten zitten. Dat meisjesinternaat, jongensinternaten in andere moskeeën. Er is absoluut geen enkele controle vanuit geen enkele gemeentelijke dienst. We hebben twee wethouders. De ene wethouder onderwijs die weet überhaupt niet van het bestaan van internaten. De andere wethouder Karakoes, die wijst met twee vingers. Met de ene vinger naar de deelgemeente en de andere vinger dat de ouders verantwoordelijk zijn.